De ouderenzorg in Nederland is veranderd en dat brengt veel vragen met zich mee. Want waar kun je nu terecht als je chronisch ziek bent of als je lichamelijke of geestelijke klachten hebt? En hoeveel inspraak hebben we eigenlijk nog als je zorg nodig hebt? Ik heb nu een afspraak met José van Zorgcentra De Betuwe en zij kan mij hier meer over vertellen. Hallo. Hoi. Dion. José. Wat voor zorg en ondersteuning is er op dit moment voor ouderen? Binnen de ouderenzorg is het belangrijkste dat de zorg op maat geleverd wordt. Dat kan zowel door thuiszorg, wonen met zorg binnen een zorgsetting, revalidatie, therapie, ondersteuning, maar ook door ontmoetingen en activiteiten zoals in het huis van buren. En door in gesprek te gaan met de cliënt en met familie kunnen we de regie bij de cliënt behouden, maar daarmee ook de zelfstandigheid. En dat is wel iets heel belangrijks voor de cliënten. Zo kunnen zij ook binnen een nieuwe omgeving zich vertrouwd en thuis voelen. Het zoeken naar oplossingen in de zorg wordt gedaan met de cliënt, naasten, vrijwilligers en professionals. Zo wordt zowel thuis als op een van de 9 locaties in de Betuwe zorg en ondersteuning geboden. Van wijkverpleging tot fysiotherapie, van zelfstandig wonen tot wonen in een beschermde omgeving. Jannie woont in Zorgcentrum Oranjehof van Zorgcentra De Betuwe en vertelt wat zij vindt van de zorg van vandaag de dag. Jannie, wat vind je nu van het wonen hier? Het wonen hier is gewoon heel goed. Ja, en waarom vind je het zo goed? Nou, je woont lekker toch buiten. Je kunt lekker buiten zitten. De verzorging is heel goed. Wij wonen hier gewoon lekker. Ze doen het best. En meer kunnen die meisjes niet doen. Als ik thuis ben, dan lukt het niet meer. Dan kun je gewoon niks. En hier wordt je verzorgd. Dus je krijgt op tijd je eet. Je gaat op tijd naar bed. Je ligt in een schoon bed. Ook wel belangrijk. Wat fijn om te horen dat u het hier zo naar uw zin heeft. Ik heb het hier heel goed naar mijn zin. Ja. Nou, wilt u nu ook meer informatie? Neem dan een kijkje op onze website of op onze Facebookpagina.